Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag al een heel groot dilemma in de ochtend, want ik wist gewoon echt niet meer wat ik aan moest doen. Ik heb gewoon heel weinig goede zomerkleding. Ik heb wel zomerkleding, maar echt weinig goede gewoon. Dus ik heb gewoon gelijk een bestelling gedaan met allemaal nieuwe kleding. In ieder geval, voor nu heb ik gewoon een jurkje van Boohoo aan, gewoon een oude, die is gewoon fijn, dus dat vind ik prima. Ik ga even kijken of ik een sandaaltje eronder ga doen en ja, that's it. Ik wil eigenlijk een eitje bakken, maar we hebben geen eieren meer, kom ik net achter. Dus ik ga even een wrap maken met feta kaas, met kalkoenham of kalkoenrolade, met die paprika tortilla's. Feta kaas erop, ik doe er even kalkoenham op en kalkoenrolade. Ik zit even na te denken of ik deze... en het tostieapparaat gaat doen of niet. Lijkt me ook wel lekker. Breakfast. Oh ja. Yes. En ze heeft eigenlijk al ontbeten, dus voor mij lekker twee vandaag. Dit ding is soms echt onze redding. En heel veel vroeg onder mijn vlog van welk merk het was. Nou, dit is het merk en we hebben het bij Mediamarkt gekocht. En hij is super goed. Het is ongeveer rond de 300 euro. Klaar met eten. Deze sandaaltjes doe ik even onder mijn jurk aan. Zoals je ziet ben ik nog steeds opgezwollen. Het gaat niet zo snel zoals ik had verwacht, joh. Misschien eet ik nog niet zo heel erg goed. Voor de rest heb ik eigenlijk een lila kleurtje op mijn nagels, maar ze lijken nu wit. Als jullie willen echt niet weten hoe blij ik ben met deze afspraak. Ik ga gewoon nu naar mijn lievelingsafspraak, gewoon ever. Ik leg het je even straks uit. Het heeft te maken met deze lelijke nagels. Volgens mij weten jullie dat al genoeg. Nee, maar ik ben een maand lang niet naartoe geweest. Want ze had gewoon echt geen plek. Ze was helemaal volgeboekt. En ik kwam van Turkije terug. En toen was ik al 3 weken verder. En oh my god. Inmiddels is het gewoon echt zo. Laatst kreeg ik nog een vraag waar ik mijn French manicure doe. En zo dat het er helemaal uitzag. Maar dat is dus echt totaal niet de bedoeling. Ik heb gewoon biab nagels. En ze zijn fucking kort. Maar... nu lijkt het alsof ik zo'n French manicure heb gedaan. Maar nee. Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik ben zo blij, wil niet weten. En ik heb deze afspraak ook alleen maar gekregen omdat iemand last minute afzei. Ik had een berichtje gezegd van: wil je alsjeblieft laten weten als iemand last minute afzegt? Dan kom ik gelijk naar je toe. Maakt niet uit wanneer, hoe laat. Ik kom naar je toe. Dus ik heb echt geluk. God guys, jullie willen echt niet weten hoe blij ik ben dat ik op tijd ben vertrokken. Ik heb zelfs nog een koffietje gehaald. Ik ben nog steeds op tijd. Maar er is hier een zware omleiding. Ik heb helemaal omgereden. En ik kom nog steeds op de bestemming. Dus ik ga even kijken of ik er lopend heen kom. Maar ik ben echt blij dat ik nog gewoon 20 minuten speling heb. Anders was ik nu echt de lul. Mensen willen niet dat ik mijn nagels ga doen. Echt. Alles zit me tegen. Maar het gaat echt gebeuren. Guys, ik ben zo blij. Oh mijn god. Ik ben op tijd klaar. Ze was binnen een uurtje klaar. En kijk mijn nagels. Oh my god. Wat een verschil. Kijk één keer. Wat een verschil. Mijn nagels zijn zo mooi. En ik wil heel graag mijn nagelstylist met jullie delen. Maar ze neemt geen nieuwe klanten aan. Ik wou eigenlijk nog wat filmen. Maar... mijn camera viel uit. Maar wat ik nog wil zeggen is dat ik met alle plezier normaal gesproken mijn nagels tussen zou delen. Maar die neemt geen nieuwe klanten aan. Dus daar hebben jullie niet zoveel aan. En jullie hebben al gezien hoe moeilijk het bij mij aan toe gaat. Ik heb nu ook dus. Ik heb nu dus ook helemaal geen afspraak voor de volgende keer nog. Dus dan moet ik even wachten. Dat er misschien iemand uitvalt. En dan hoop ik weer op tijd een afspraak te kunnen krijgen bij haar. Want. Het is wel een beetje balen als je zeg maar naar een nagelstylist toe gaat die eigenlijk gewoon helemaal vol zit. Altijd gewoon standaard. De batterij van mijn camera is weer vol. Ik kan weer filmen. Ik ben lekker thee aan het maken. En ik ga nu even heel snel mijn pyjama aandoen. Dan kan ik lekker relaxen. En lekker theetjes drinken. Ik ga weer echt beginnen met heel veel thee te drinken. Jongens, ik heb vandaag een bestelling gedaan bij de Zara. Ik heb jullie al gezegd dat ik heel lang zomerkleding zoek. Een beetje van die losse jurkjes en zo. En er is nu dus echt een ernstige uitverkoop bij Zara. Gewoon alle jurkjes waren iets van 9,99 euro. Dus ja, 10 euro. En ik heb gewoon, ik zweer, ik klikte overal op. En alles was een soort van uitverkocht. Vooral in mijn maat. Want ik denk van, nou maakt me niet uit als ik maat M ook kies. Dan valt die maar wat ruimer. Maar ze zijn bij allemaal gewoon echt 10 euro.
Dus ik heb echt erg lang gezocht, altijd uitverkocht. En toen heb ik uiteindelijk toch nog 4 jurkjes kunnen scoren. Dus heb ik ze allemaal in mijn mandje gedaan. En yes, ik heb gewoon 4 jurkjes gekocht voor 41 euro. Inclusief verzendkosten. Zeg maar niet per se jurkjes die ik zeg maar gelijk zou uitkiezen als ik ze op de site zie. Maar ik dacht van ja, voor 10 euro vind ik ze wel echt heel erg leuk. Het is echt zo'n jurkje die is gewoon mega lang en wit, een beetje boho-achtig. En ik heb een jumpsuit ook besteld trouwens. En een beetje zo'n bloemenjurkje. Gewoon een beetje van alles en nog wat voor de zomer. Ik weet niet waarom, maar ik zie hier elke keer vlekken of zo op mijn voorhoofd. The fuck. Ik dacht, laat ik eens een keer voor de verandering weer eens een keer op Netflix kijken. Want ik heb echt zo lang geen Netflix gekeken dat er vast wel iets nieuws erop staat. En het is ook heel grappig, als je op mijn naam klikt, krijg je echt zulke andere suggesties dan bij Nessie. Bij Nessie krijg je echt heel andere soort films en series. En bij mij ziet het er heel erg kleurrijk uit, zeg maar. Mijn netwerk is er weer af, want I can't handle that. Ik kan het echt niet handelen de hele dag. Netwerkers. En thuis draag ik meestal deze oorbellen. Ze zijn gewoon fijn als je ligt en zo, daar heb ik er niet zoveel last van. Yes! Kijk deze gekke spin voor het raam. En niet in mijn huis gelukkig, maar my god. Oh my god. Gadverdamme. Update. Ik ben van Netflix afgeflikkerd, dus ik heb geen suggesties voor jullie, want mijn man gaat weer PlayStation. Zin in. Nee, mag ik niet meer Netflixen? Mag ik niet meer Netflixen? Netflix? Ja? Is dat PlayStation? Oh, maar ik wil toch Netflixen? Je kan toch op mijn iPad? Dat is toch niet leuk? Dat is toch leuk? Waarom benadeel je mij? iPad is heel leuk. Ik, en mag ik gewoon op de tv? iPad is leuk. Jij probeert het gewoon te verkopen aan mij. Nee, iPad is echt goede kwaliteit. Nee, schaai maar op de iPad. Ik kan nog niet PlayStation op de iPad, als ik toen had gedaan. Maar ik mag dus niet meer Netflix. Ik heb niet eens Netflix nog gekeken, hè? Hè? Ik heb nog niet eens Netflix gekeken. Waarom heb je Netflix? Omdat ik dacht van, ik heb zo lang geen Netflix gekeken. Ik wil even wat zoeken of ik misschien wat kan kijken. Kijk dan. Ik heb gewoon net uit verveling de aardappelsalade gegeten die ik gisteren had gehaald. Het was nog een beetje over, ging ik die even eten. Net zien we ze nog steeds PlayStation, dan voel ik me altijd dood. De eerste weer denk ik van ja, leuk, ik ga even een paar dingetjes kijken op mijn mobiel, met je app. En dan denk ik van nou, ik heb niks meer te doen, dus dan ga ik op zoek naar eten. Maar ik ga nu stoppen. Ik ga deze fles helemaal opdrinken. En daarna maak ik een lekkere koffie voor mezelf. Ja, geweldig. Ik heb zin in hoor. Oh, my struggles. Morgen is het lekker weer. Dan heb ik weer even een uurtje gaan zonnen. Zodat ik deze kleurtje een beetje behoud. Ik vind het kleurtje wel een beetje mooi. Normaal gesproken zie ik er echt pil als fuck uit. Maar dit vind ik wel mooi. Gewoon een tintje. Wat handige is bij mij, zeg maar, als ik eenmaal zeg maar bruin word. Dat ik wel echt mooi goudbruin wordt, zeg maar. ik krijg altijd wel een mooi kleurtje, alleen het bouwt heel langzaam op en gaat heel snel weer weg. Dus eigenlijk zou ik het moeten onderhouden en om de zoveel tijd even zonnen. Maar aangezien ik ben gestopt bij zonnebank, gaat dat niet meer werken, vooral in de winter. Maar nu de zon gewoon buiten schijnt, als ik gewoon 1 keer per week of 2 keer per week gewoon een uurtje ga zonnen buiten, lekker goed insmeren, dan moet het wel lukken. Nou, dat is mijn plan van aanpak. Nog wat te melden? Nee, ik ga deze fles gewoon drinken. Wel morgen eigenlijk naar de Hunken willen gaan om weer van dit soort hempjes te halen. Maar morgen is het zondag, dus dat lijkt me niet zo'n handige dag om de stad in te gaan. Of Alexander of waar dan ook. Want het is echt mega druk. Is het zondagmorgen? Nessie? Jo. Is het morgen zondag? Morgen is het zondag. Ja, nee. Geen Hunken meer voor mij. Ja. Ja. Guys, het is 2:30.
gezicht reinigen. En dan ga ik naar bed. Dus ik denk dat ik hierbij ook gelijk mijn vlog ga afsluiten. Voordat ik het weer ga vergeten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Volgens mij is het echt een mega goede vlog. Niet normaal. Soms denk ik echt dat ik heel kort heb gevlogd. En dan kijk ik ernaar en dan zie ik gewoon over de 10 minuten heen. Wat best wel lang is voor een dag. Hè? Mensen onderschatten hoe lang het eigenlijk is om een vlog van 10 minuten te maken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En zie ik jullie morgen weer. Doei.